Goedenavond. Ik had vandaag graag buiten willen sporten en er is hier een tennisbaan, maar tennissen gaan we later. Vandaag gaan we wel een sport doen die u vooral van buiten kent waarschijnlijk, want badminton is voor velen een campingsport, maar wordt ook op competitieniveau beoefend of nog zelfs veel hoger. Dus gewoon beginnen met rennen en dan als jullie staan. Goedenavond. Hey Virgil. Hey Janja. Ik kom meedoen vandaag, hè? Oh, leuk. Ja, nee, is goed. Trainen, badminton, ja. Is het een zware sport eigenlijk? Ja, zeker. Het is best wel een zware sport, heel fysiek. Je hele lichaam moet je gebruiken, je armen, je benen. Ja, okay. Het is echt best wel een zware sportje. En jij hebt op heel hoog niveau gespeeld, maar daar komen we later straks in het programma nog op. Ja, zeker. Eerst trainen, maar ik wil natuurlijk voordat we dat gaan doen weten wat mijn battle wordt van vandaag. Ja. Je battle wordt, kijk, badminton is natuurlijk een snelle sport en heel veel shuttles slaan. Ja. Dus ik heb een battle voor jou bedacht waarbij je 30 shuttles over gaat slaan, zo snel mogelijk. Mm-hmm. En gaan we tellen hoeveel shuttles je niet hebt geslagen. Oké, okay, dus jij speelt ze aan en ik moet ze terugslaan. Ja, en je moet minimaal 25 shuttles terugslaan. 25 van de 30? Ja. Poeh. En dan zijwaarts. Vergeet je armen niet. Wij noemen dat hakkenbillen. Ja, goed zo Jan-Jaap. Dank je. Voorzitter van de badminton hier in Kampeland ben jij, Igor. Een kleine vereniging, maar wel de hoogspelende van Zeeland, hè? Inderdaad. Zijn jullie daar trots op? We zijn er zeer trots op en ambitie om nog hoger te spelen. Oké, want naar welk niveau zouden jullie willen? Op dit moment zitten we in eerste klasse. Volgend jaar heet dat dan vijfde divisie. En we willen eigenlijk graag vierde of derde divisie spelen. Is badminton een populaire sport in Zeeland? Dat loopt een klein beetje af helaas. Er zijn relatief veel verenigingen, maar er zijn er veel gefuseerd en veel verdwenen helaas. Dus... Ja. En is dat fuseren voor jullie ook de toekomst of denk je het niet? Hoop je het niet? We hopen van niet eigenlijk. De dichtstbijzijnde clubs zijn Middelburg en Goes en dat is toch een eindje uit de buurt. En we hebben eigenlijk een unieke club met een unieke trainer. Dus... We hopen dat de spelers naar ons toe komen. Ja, die trainer waar je het over hebt is ook mijn trainer van vandaag, Virgil. We hebben hem net al even gezien. Ja, blij dat hij bij jullie vereniging is. Ja, absoluut. Het is geweldig om een top trainer te hebben. Een ex-top 100 speler van de wereld. Dat als trainer, dat is natuurlijk uniek. Ja. Daar kun je alleen van dromen. Ja, en die hebben jullie hier. Badminton is een sport die natuurlijk heel veel mensen kennen. Op de camping kan je een rondje kijken en er wordt gebadmintond. Maar jullie zouden juist willen dat mensen dat ook meer in competitieverband gaan doen. Ja, moet niet per se in competitieverband. Recreanten hebben we ook eigenlijk. Is ook interessant. Niet iedereen moet competitie spelen, maar het maakt de sport wel leuker. Natuurlijk als je het kunt. Ja. Badminton is een hele open sport. Je kunt zo... Kinderen, gehandicapten, iedereen kan het spelen. Het is een hele complete sport dus. En op de camping wordt vaak buiten gedaan. Jullie spelen altijd binnen? Ja, competitie of echt badminton, nou, echt badminton wordt binnen gespeeld. Hoewel, het wordt wel buiten gespeeld, maar niet in Nederland. Nee, je zei net, we hebben rond de 20 jeugdleden nu. Dus dat betekent dat er toekomst zit in jullie vereniging. Zou je graag willen dat dat nog wel wat meer wordt? Ja, het zou ideaal zijn nog meer jeugdleden te hebben. We hebben helaas maar één trainingsavond van de jeugdleden. We streven er eigenlijk naar meer trainingsuren te kunnen aanbieden en dat de jeugd ook competitie gaat spelen. We hebben helaas geen jeugdcompetitieteam. Die spelen alleen de Grand Prix toernooien. Dat zijn er 4 of 5 in Zeeland. Dat doen ze heel succesvol. Maar voor competitie is gewoon veel tijd nodig. En dat is voor jeugd vaak lastig. Ja, maar in deze hal kun je prima competitie spelen, toch? Dat gaat perfect. 4 banen is genoeg. Je hebt er maar 2 nodig voor een competitie in principe. Dus dat kan altijd. En als je harder wil slaan, Jan-Jaap, harder knijpen met je pols. Ja. Vergeet je pols niet. Vergeet je pols niet. De eerste slachtoffer is gevallen. Ja, zo hard sla je. Ja, goed zo. Ja. Kom, kom op. En naar beneden met je pols. Naar beneden met je pols. Ja. Kom op. Ja. Laat er ook wel eens iemand zijn arm uit de kom. Nee, dat niet. Dan word ik de eerste, denk ik. Nee. Ah. We gaan het hebben over de regels en over de materialen van het badminton. Mirthe, ja, je weet er alles van, toch? Of niet? Klopt, helemaal. We hebben hier rackets. Ja. Wat zijn dat precies voor rackets?
Nou, vroeger werden de rackets vooral gemaakt van hout. Mm-hmm. Maar tegenwoordig van veel lichtere en stevigere materialen. Ja, dat weegt bijna niks, hè? Nee, carbon, aluminium en grafiet. En daardoor wegen ze eigenlijk maar 70 tot 100 gram tegenwoordig. Dit is ook het lichtste racket, het is maar 73 gram eigenlijk. Het is maar een kleine bespanning eigenlijk ook. Klopt ook nog, inderdaad. Je kan zelf kiezen hoeveel kilo je erop wilt. Dikke snaar, dunne snaar, kan allemaal. Ja? Hier heb ik bijvoorbeeld een racket, het is voor snelle en aanvallende spelers. Hier is de snelste smash meegeslagen, 493 km per uur, dus gaat behoorlijk hard. En ben jij zo'n snelle speler? Ik ben een hardhitter, ja, zeker. Okay. En deze is voor wat meer verdedigers dan of zo? Voor spelers aan het net kan je snel bewegen met het racket, omdat hij wat lichter is. Okay. Ja. Dan hebben we de shuttles. Zit daar veel verschil in? Zeker. We hebben heel veel verschillende soorten shuttles, maar het grootste onderscheid heb je tussen veren en nylon. Oh ja. Ja, ganzenveren zijn dit. Ja. Nylon is eigenlijk vooral voor de beginnende spelers, jeugdspelers, recreanten, gaat minder snel kapot. En voor mij dus. Ook inderdaad. Ja. De competitiespelers spelen met deze. Mm-hmm. Kan je meer effect meegeven, maar ook kan je de snelheid aanpassen. Dus is die te snel, dan kan je ze hier zo ombuigen, zodat ze iets minder snel Oké. Dan de regels, want we zien hier achter ons op allebei de banen vier spelers staan. Ja. Dat is dubbel, denk ik? Dubbel of een mix, in het geval van een man en een vrouw. Mm-hmm. Of een dubbel inderdaad. En tot hoeveel punten wordt er gespeeld? 21, maar je moet wel 2 punten verschil hebben. Dus bij 21-20 heb je niet gewonnen. Dan moet je nog even door totdat je 2 punten verschil hebt. Maximaal tot 30. Oké, omste beurt serveren? Of, Nee, heb je een punt gemaakt, ben jij degene die serveert. Oké, dus het is nooit om en om, het is altijd wie het punt heeft gemaakt. Nou weet ik van de tafeltennis bijvoorbeeld, dat hadden ze vroeger ook tot 21. Dat is terug naar gaan naar 11 om het sneller te maken. Zou dat voor badminton dan ook wat zijn? Denk ik niet. Dat was namelijk ook de vorige telling inderdaad. Toen ging het bij de vrouwen tot 11 en gemengd en mannen tot 15. Tegenwoordig zijn ze wel weer kijken voor een nieuwe telling, maar ik denk niet dat ze teruggaan, want het kon heel lang duren. Ja, en dat is eigenlijk wel goed zo, vind je? Ja, ik vind het wel prima. Ik ga nu twee talentvolle badmintonners aan u voorstellen. Dit zijn Eva en Femke. Femke, hoe lang zit je al bij deze club? Bij deze club nog maar iets van 2 jaar of zo, maar daarvoor heb ik al 3 jaar bij een andere club gespeeld. En waar was dat? Kruiningen. Oké. En nu ben je omhoog gegaan naar hier, of is het bij je verhuisd of zo? Het ging door mijn huiswerk. Ik kon het meer combineren met mijn huiswerk bij die andere club. Okay. En dit was gewoon veel makkelijker. En je zat ook mijn leeftijdsgenoten op de deur. Dus dat is gezellig. Ja. Eva, hoe lang zit jij hier al? Ook ongeveer 2 jaar. Oké. En spelen jullie ook wel eens competitie of is het alleen maar trainen? Soms. Ik doe niet heel vaak. Ja, eigenlijk niet echt mee. Nee? Maar dat wil ik wel gaan doen. Ja, en ben jij, want veel mensen kennen badminton van de camping, ben je ook zo met de sport in aanraking gekomen of hoe is het bij jou gegaan? Ja, ik vond op de camping echt wel leuk om te doen, maar en ik ben eens een keer met mijn broer mee geweest. Want die speelt hier ook? Ja, nu niet meer, maar dat vond ik altijd heel gezellig en zo en het vond gewoon lekker. Kijk, lekker. Femke, speel jij wel eens wedstrijden? Ik speel toernooien vooral. Oké. Okay, competitie, die was er niet echt hier. Dus. Nee. Toernooien wel. Ja. En waar speel je dan? Hier in de buurt? Of moet je dan ver rijden? In Kruiningen, Vlissingen, Middelburg, Hulst, Terneuzen. Ja. Dus ja. En win je wel eens dan? Ja. Ik heb volgens mij thuis iets van 23 bekers. Zo, allemaal van de badminton. Ja. Oké, okay. En jij moet nog aan je bekers beginnen. Dus misschien moet je dan eens een keer met Femke meegaan. Dat is misschien wel een goed idee. Ja. Hey, ik wil graag van jullie weten wat jullie nou het best kunnen bij het badminton. En dan wil ik dat natuurlijk van jullie zien. Wat is dat bij jou? Wel laag over het net staan. Laag over het net staan. En dan net kort erachter leggen ook, of niet? Ja, van die hele... Probeer het tenminste. Ja, dat ze heel hard moeten rennen, zeg maar. Ja. En bij jou? Smashen. Keihard. Ja. Ik hoorde net al iets van dat je echt honderden kilometers kan slaan met zo'n shuttle. We gaan de snelheid niet opmeten, maar we gaan kijken hoe hard het is. Smash en korte balletjes. We gaan het nu doen. Ja, die was mooi. Voor de battle gaan we natuurlijk even oefenen. Ja. En dat mag je samen doen met Meerte. Oké. Okay. Zoals in de battle ga ik heel veel shuttles aangeven. Dat ga ik ook nu doen, maar nu mag je even oefenen met Meerte. Om en om. Ja. En in de battle moet ik alles zelf doen. In de battle mag je alles zelf doen. Oké, okay, nou Meerte weet in ieder geval veel van badminton, weet ik al. Maar nu kijken of ze het ook kan, hè? Is goed. Oké. Okay. Komt-ie. Ik heb een neiging om door dat ding heen te slaan. Komt nog door dat taekwondo van vorige week.
Oh, dat mag ook zacht. Ja. Oh. Hier zo voor het veld, kom op. Oh, slecht. Kom op. Oh, dat moet ik straks niet te vaak hebben. Goed. Oh, slechte bal. Slechte shirt wel, zeg je dan eigenlijk. Hè? Oh, pittig. En straks 30 keer. Oei, oei, oei. Al flink getraind onder leiding van Virgil, maar nu wil ik eigenlijk wel wat meer van hem weten. Want je bent nu ook clubicoon, al zei je net zelf. Ja, eigenlijk had hier iemand anders moeten zitten. Ja, klopt. Ik vind zelf dat Jaap Meester, die is er helaas niet meer, dat hij de clubicoon is. Want hij heeft de club opgericht en hij heeft mij naar hier toe gebracht. En hij heeft me ook gevraagd om trainer hier te worden. Dus ik vind hem echt de clubicoon, omdat hij dit allemaal heeft opgericht. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook wel weten. Hoe komt een Surinaamse jongen die aan de Olympische Spelen mee heeft gedaan in Kampeland terecht? Mijn vriendin die komt uit Zeeland en mijn schoonouders, zij is van Wissekerken. En ik trainde natuurlijk in Amsterdam en heel veel ook in Papendaal. Maar toen ik ben gestopt met badmintonnen ben ik hier komen wonen samen met mijn vriendin. Omdat zij natuurlijk uit Zeeland komt. En ja, Zeeland vind ik heel gezellig, heel rustig. En voor mij is het natuurlijk heel anders. Maar ja, ik vind het heel leuk hier. En ja, mijn schoonmoeder die speelt al badminton hier bij de club. En toen vroeg ze om een keertje langs om mee te komen. En toen ben ik meegekomen en ja, iedereen was enthousiast. Maar niemand wist dat ik naar de Olympische Spelen ben geweest. En toen heb ik met ze gespeeld. Maar ja, ze wisten het helemaal niet en toen ze het wisten waren ze allemaal enthousiast en zo. En zo ben ik in contact gekomen met Jaap Meester. Ja, want je hebt aan de Olympische Spelen meegedaan in 2012 in Londen. Ja. Hoe ging dat je daar naartoe mocht? Ja, op zich heb ik lekker gespeeld, maar ik heb, in de eerste ronde heb ik verloren. Ik ben tegen nummer 5 van de wereld in Japan, Shoji Ozaki. Het is, om realistisch te zijn, zou ik nooit van hem winnen, omdat hij natuurlijk veel beter dan me is. Maar wereldtop, voor mij was het wel heel leuk. Ja, ja, dit heb je eraan overgehouden. Een prachtig bewijs van deelname en een speltje. Ja. Hoe trots ben je erop? Ja, ik ben heel trots. Dit is echt mijn hoogtepunt dat ik naar de Olympische Spelen ben geweest. Ik dacht dat ik het niet meer zou halen, maar uiteindelijk kreeg ik een telefoontje thuis dat ik toch nog mee moest doen. Ja, dat was een heel apart gevoel. Ja, ik ga me nog even op de vrijwilliger richten en dan gaan we straks aan de battle beginnen. Ja, nee, ben is goed. Het gaat lukken. Ja, voor het tuurlijk zwaar, wel. Denk ik. Dit zijn de drie die de conditietest gaan doen voor SVMB. Dit is Daisy, zij speelt in de senioren. Dit is Robbie, lid van de junioren. En dit is Rowin, speelt ook bij de junioren. En nu gaan ze keihard lopen, let maar op. SVMB, zijn we klaar? Ja. 3, 2, 1, start. Ja, kom op Daisy. Mooi, en allebei raken. Ja, oh, gaat goed. Ja. Oké, naar beneden met de benen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed, om geel heen, tussendoor. En helemaal buitenom. Ja. En 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hartstikke goed. Tik aan. Ja, daar ga je, Robbie. Heel mooi. Ja, goed zo. Daar gaan we. Ja. Oh, andersom, dat hebben we nog nooit gezien. Ja, is goed. Ah, gaat goed, joh. 2, 3, 4, 5. Goed zo, hieromheen. Ja, ah, dat hebben we ook nog nooit gezien dit. Prima. En buitenom. Ja, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo. Tik aan. Ja, daar ga je, Rowin. Mooi zo. Heel goed. Ja, 5. Oh, geeft niks. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed. Hieromheen. Tussendoor. En buitenom. Ja. Deze nog. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo, over de finish. Gestopt. Ja, die badmintonners doen zo'n circuit op geheel eigen wijze. Dat bleek maar weer. Een tijd van 1.28 is wel een mooi resultaat. Net niet in onze top 3. Maar wel een applaus van de andere badmintonners. Hey Rick, wij gingen het toch over jouw werk als penningmeester van de badminton hebben? Ja, maar kijk, het is niet alleen badminton. Het is tenslotte een gecombineerde vereniging. Het is sportvereniging, dat houdt in
badminton, maar ook tafeltennis. Aha, en jij bent eigenlijk meer actief tafeltennisser dan badmintonner. Ja, klopt. Ja. Oké. Dus ik ben wel goed, maar... Maar het is... tafeltennis. Maar tafeltennis. Wel onder de naam SVMB ook. Sportvereniging Noord-Beveland, ja, dus SVMB. Oké, en hoe is het met de tafeltennisafdeling van deze club? Ja, prima. We staan momenteel tweede. Oké. En als aanstaande vrijdag winnen tegen de tegenstander, dan eindigen we als tweede. En dat houdt in dat we promotiedegradatie mogen spelen. En eventueel dus zesde klas kunnen gaan spelen. Oké, nou opslaan dus maar weer zou ik zeggen. Ja. Hey, nou hoorde ik bij de badmintonners dat die nog wel het leuk zouden vinden als er wat extra leden komen. Geldt dat voor de tafeltennisstaat ook? Ja, zeker, zeker. Jeugd zou kunnen, maar ook senioren. Ik bedoel, we zijn een vereniging die al heel lang bestaat sinds 2002. En we zouden het bijzonder op prijs stellen. Ja, ik zal hem even voor je pakken, want ik heb mijn rekker niet voor niks bij. Geweldig, ja, dankjewel. Als er nog wat meer zouden komen. Ja, zeker. Ja. En ook senioren, dus gewoon als ze hoeven niet gelijk competitie te spelen. Nee. Maar het zou fijn zijn, gewoon recreanten. We hebben de ruimte ervoor. En ja, de sfeer is er sowieso al. Dus ja, ik zou zeggen, kom op met de leden. Nou, de oproep is duidelijk. Hey, ja? Ik ga mijn battle beginnen, want ik hou het vandaag bij badminton. Dat is goed. Hey, succes toch. Dankjewel. Oké, Virgil, tijd voor de battle. Vertel hem nog even kort. Ja, oké. Ik zal 30 shuttles aangeven over het hele veld. En jij moet minimaal 25 shuttles terugslaan. Over alle hoeken van het veld ga je ze spelen? En snel en achter elkaar? Ja, en jij mag slaan, jij mag smashes, dropshots, wat we allemaal hebben geoefend. Mag je zelf terugslaan. Nou. En jij zelf bepalen. Ik heb er weinig vertrouwen in, maar we gaan zien. Nee, kom goed. Oké, daar gaan we. Oké, klaar voor je, Jaap? En start! 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kom op, 11, 12, 13, 14, allemaal nog, hè? Ja. 16, kom, concentreren. 17, 18. Ah, mijn benen. Hier zo, kom op, kom. 20. En hier, kom op, kom op. Nog steeds 20. 21. En hier, kom op. 22. 23. Kom op, kom op. 24. Nog 2. 25. Kom op. 26. Hier zo, kom op. Nogmaals. Maar het had niet nog 10 shuttles langer moeten duren. Oh, wat is dat zwaar. Campingsport? No way. Goed gedaan, Jaap. Dankjewel, man. Goed gedaan. Wat zwaar. Olympische Spelen gaat hem niet worden voor mij, denk ik. Nou, als je hard traint, kan het altijd. Zo is het. Tot volgende week. Bedankt allemaal, hè.